Wat een week! 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 Wij gingen vandaag de straat op met de vraag of u gaat stemmen en waarom u dan gaat stemmen. Meneer, 19 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat u stemmen? Ik ga wel stemmen, ja. En waarom vindt u dat u moet stemmen? Nou, dat hoort er gewoon bij, hè? Ja. Ja. Jazeker. Nee, ik ga niet stemmen. En gaat u stemmen? Nee, dat doe ik nooit eigenlijk. Altijd. Ik stem altijd. En waarom gaat u stemmen? Stem verloren. Inderdaad. Yes! Ja, natuurlijk ga ik stemmen. Gaat u stemmen? Nou, ik heb me er nog niet in verdiept, maar je hebt me wel wakker gemaakt. Dus ik denk wel dat ik ga stemmen. Maar dan moet ik me er eerst even beter in gaan verdiepen. Ja, tuurlijk ga ik stemmen. Maar ik weet nog niet op wie. Nee. Oké. Ja, zeker weten. Nee. Waarom gaat u niet stemmen? Dat is een rondje heen gekeken. Hè? Moet ik op zo'n gemeenteraad stemmen? Die overal dingen neerzet wat nooit van de baan komt. Omdat ik vind dat ik mijn mening moet kunnen uiten in Nederland. Omdat we een klein beetje inspraak willen hebben in het hele gemeentelijk gebeuren. En waarom ga je stemmen? Ja, omdat dat belangrijk is. Omdat het mijn burgerplicht is. Je vindt het echt uw plicht? Ja, inderdaad. Het is wel belangrijk, want er gebeuren zoveel ellende in de gemeenteraden en weet ik wat allemaal. Dus ja, laat je stem eens horen. Of het helpt is punt 2, maar dat is weer een ander verhaal. Ja, omdat ik eigenlijk me helemaal niet interesseer voor al die dingen. En als je niet stemt, dan mag je niet zeuren. Nee. Je niet kenbaar gemaakt waar je, bij welke ploeg je wil. Dus altijd stemmen. Oké, nou in ieder geval bedankt. Oké, fijne dag.